Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 6 maart en ik zal voor jullie dus weer een weekkaart trekken, dus voor de week van 7 maart tot en met 13 maart. En dat zal ik doen uit dit deck, de dagelijkse leiding van de engelen van Doreen Virtue. Dus ik zal alvast eens kijken wat dus de weekboodschap is voor de komende week. Ik ben benieuwd wat de engelen ons willen vertellen. En welke raad ze ons willen geven. En ik heb er eentje gekregen en dat is deze. Betrouwbare leiding. Je ziet hier iemand die aan het schrijven is. En er staat dus een engel achter hem. Dus om hem... dingen in te fluisteren die je dus mag op papier zetten. Betrouwbare leiding. Je hebt een wonderbaarlijk idee ontvangen als antwoord op je vragen. Dit idee is heel reëel en betrouwbaar. Je kunt hiermee op een veilige manier verder gaan. Want je weet dat wij bij elke stap die je op je weg maakt bij je zijn. Vraag maar en sta open om onze leiding te ontvangen voor alles wat je nodig hebt dat met dit idee te maken heeft. Dus, zoals je ziet, staan de engelen achter je. Het kan zijn dat je dus een idee ontvangen hebt of dat je een bepaalde gedachte hebt van iets dat je mag gaan doen. Misschien zit je met bepaalde vragen en heb je bepaalde ingevingen gekregen die je dus iets meer vertellen over wat je kan gaan doen. Dus om iets op te lossen of om iets voor elkaar te krijgen, om je doel te bereiken. Dus misschien heb je in je gedachten een bepaalde ingeving gekregen of een bepaald idee waarvan je voelt dat het eigenlijk wel goed voelt voor jou. Ja, natuurlijk, ons ego, kort daarna, strooit soms roet in het eten en begint vragen te stellen, doet ons twijfelen, zoekt naar moeilijkheden, dat is typisch. Maar de engelen vragen echt wel om te gaan luisteren naar wat je dus doorkreeg. Dat is echt wel heel betrouwbaar. Je hebt het doorgekregen via je intuïtie en je intuïtie... die spreekt de waarheid. Je mag dat gaan volgen. Je mag je gevoel volgen. Want hetgeen je doorkreeg, kreeg je dus door uit de lichtwereld. Via de engelen, je gidsen, overleden dierbaren. Via God, via wie het ook maar is. Iemand uit de lichtwereld. En... zij weten wat goed voor je is. En ook je ziel weet wat goed voor je is. Je kan het ook doorgekregen hebben via je eigen ziel. Dus misschien heeft je ziel je bepaalde dingen ingefluisterd. Omdat je ziel zijn doel wil bereiken. En dat je ziel wil dat je bepaalde stappen neemt. Zodat je dus ook dat doel kunt bereiken. Dus laat je hier zeker niet door... het ego afleiden, die je dus in je comfortzone wilt houden, omdat je ego wel niets liever dan dat je in je comfortzone blijft, zodat je veilig en beschermd bent. Dat is logisch, maar je bent ook veilig en beschermd als je dus iets anders doet, als je buiten je comfortzone treedt, als je luistert naar je ziel en naar je intuïtie, als je luistert naar de boodschappen die je doorkrijgt uit de lichtwereld. Dus de engelen willen graag dat je dus weet dat wat je doorkreeg heel reëel en betrouwbaar is. Dat je dit echt mag gaan volgen. Dus haat door je angst heen en doe het gewoon. Kijk die angst in de ogen en ga er dwars doorheen. Dus en dan kom je er wel, echt wel. Dus... wat je doorkreeg is betrouwbaar. Je mag dit zeker gaan doen. Dat is wat boodschap nummer 1 ons vertelt. En dan zal ik nog 3 keuzekaartjes trekken. Er is een gevallen, heel ver zelfs, maar het sprong er gewoon uit. Dus dat is
Kaartje nummer 1. Dan hebben we... Nee, ik ga het opnieuw doen. Ik dacht dat er eentje was, maar we waren er 2. Dus dat is kaartje nummer 2. Dan hebben we nog kaartje nummer 3. Die springt er ook uit. Zo. Ik heb dus 3 kaartjes getrokken. Kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Dus welke kaartje trekt je nu het meeste aan? Kaart 1, kaart 2 of kaart 3? Ik zal ze even dichter tonen. Het licht schijnt er een beetje op. Zo. Dus ik zal beginnen met het bespreken van kaart 1. En dat is deze. Vraag. Vraag ons om in deze situatie te helpen en we zullen onmiddellijk voor je aan het werk gaan. Wij worden geleid door een heleboel universele wetten en hieronder valt de vrije wil die jou in staat stelt om je eigen keuzes te maken en je eigen beslissingen te nemen. Wij wachten dus heel geduldig op jouw vraag. Wij mensen zijn vaak geneigd om te denken dus ja, dat de engelen, onze hetsen, dat God, onze overleden dierbaren, onze krachtdieren, dat iedereen ons helpt zonder dat we daar hulp om hoeven te vragen. Wij verwachten dat, want we denken, ze zijn er om ons te helpen, we geloven in hen en ja, ze zullen ons wel helpen. Maar dat is niet zo. Vaak hebben we dat ook hier op aarde. Dus we verwachten soms van mensen dat ze dus spontaan hun hulp zullen aanbieden. Soms gebeurt dat ook, maar dat is niet altijd zo. Want mensen zijn soms bezig met hun eigen ding en dat kunnen we hen niet kwalijk nemen. Het is heel goed om je te focussen op je eigen leven, om dus je eigen doelen te bereiken. En ze willen wel helpen, maar vaak weten ze niet waarmee ze kunnen helpen. Dus het is ook belangrijk dat jij dus hulp vraagt aan die mensen waarvan je denkt dat ze je kunnen helpen. Dus dat je hen vraagt om hulp. Dat je dus zegt waar je mee zit en vraag hen dan of ze je kunnen helpen. Verwacht niet dat mensen automatisch weten wat jij nodig hebt. En dat is juist hetzelfde met de engelen. Alhoewel de engelen misschien wel weten wat je nodig hebt, maar zij kunnen niet zomaar helpen zonder dat je eigenlijk zelf om hulp vraagt. Er is zoiets als de vrije wil, dat de lichtwereld echt wel dient te respecteren. En dan is het ook wel nodig dat jij zelf die vraag stelt. Want zij kunnen niet zomaar ingrijpen als jij niet om hulp vraagt. Tenzij het natuurlijk een levensbedreigende situatie betreft en het is nog niet jouw tijd om te gaan, dan gaan ze natuurlijk ingrijpen. Maar voor andere dingen, bijvoorbeeld als je hulp hebt om om een nieuwe job te zoeken of om een partner te vinden of om een oplossing te vinden voor een bepaald iets, dan is het noodzakelijk dat je dus zelf hulp vraagt. En hoe kan je nu hulp vragen? Wel, via te bidden of gewoon in gedachten of luidop de engelen aan te spreken. Je hoeft daarom niet bij de juiste engel terecht te komen, want soms is dat ook moeilijk, omdat we niet goed weten aan welke engel we hulp kunnen vragen. Maar als je gewoon zegt, lieve engelen of lieve God, dat mag er natuurlijk ook altijd bij, want... Sommige mensen geloven in God, andere mensen zeggen eerder de bron. Maar er is zoiets inderdaad als de bron die dus je ook kan helpen. Dus de engelen werken met de bron samen. Dus je kan natuurlijk hulp vragen aan de bron, aan de engelen, aan je overleden dierbaren als jij dat wil, aan je hitsen. Het komt altijd bij de juiste... Ik ging zeggen bij de juiste persoon, maar bij de juiste energie terecht. Ik zal het zo zeggen.
Dus het is belangrijk dat je dus hulp vraagt, dus via te bidden of in gedachten of luidop hen aan te spreken en dus te zeggen waar je mee zit en om hen dus om hulp te vragen om een oplossing te vinden of om bepaalde ingevingen te krijgen, zodat je dus weet wat je mag gaan doen, wat je volgende stap is. Dus vraag hulp, vergeet dat niet, want vaak zitten we met een probleem, zitten we zelf te zoeken naar oplossingen, raken we er soms niet aan uit. We mopperen ook soms dat we geen hulp krijgen, maar misschien is het nodig dat we wat meer hulp vragen. Zowel van de lichtwereld als van andere mensen. Dus je mag ook hulp vragen aan andere mensen. Dat is wat kaartje nummer 1 zegt. En dan hebben we kaartje nummer 2. En dat is deze. Zie alleen maar liefde. Dat is heel mooi. Een engel die dus een hart in haar hand houdt. Een hart met engelenvleugels. En ook de volle maan is te zien. En ook twee kinderen. Of ik denk dat het twee kinderen zijn. Heel mooi. Zie alleen maar liefde. Kijk door schijnbare fouten, vergissingen en misverstanden heen en zie alleen de liefde in ieder persoon en ook in jezelf. Omdat je altijd kijkt naar de liefde die aan elke situatie ten grondslag ligt, zal alles helen op een manier waarvan je nog nooit hebt gedroomd. Ja, dat is eigenlijk wat onze wereld nodig heeft. Er zijn heel veel boodschappen via de kaarten en via de lichtwereld die dus vragen om onvoorwaardelijke liefde. In mijn nieuwsbrief van die ik geschreven heb voor de maand februari, had ik het ook over onvoorwaardelijke liefde. En dat is eigenlijk wat onze wereld nu nodig heeft. Als je zo kijkt wat er rond ons gebeurt, al die chaos, al die angst, al die haat, al die negativiteit. Het moet echt anders worden. Het is echt heel nodig dat de verandering komt. En zolang mensen dus negatief blijven, of ze gaan concentreren op het negatieve, op de fouten van een ander, of van jezelf, ook van jezelf, want hoe kritisch zijn we niet tegenover onszelf? Als we een fout maken, dan zijn we heel boos op onszelf of vinden we onszelf stom. En dat mag allemaal veranderen. Het is belangrijk dat we, dat we dus onvoorwaardelijke liefde gaan voelen voor onszelf en voor andere mensen. En wat is nu die onvoorwaardelijke liefde? Wel, dat is liefhebben zonder verwachtingen en liefhebben van jezelf en andere personen, met haven en fouten. Dus iedereen maakt fouten. We maken zelf fouten, anderen maken ook fouten. Niemand is perfect, maar vaak concentreren we ons dan op die fouten. En dat is niet wat we nodig hebben. Ieder mens heeft licht in zich en het is belangrijk om zich te gaan focussen op de goede, op de goede eigenschappen van jezelf of van andere mensen. En die fouten die dan aanwezig zijn, dan is het nodig dat we dat proberen te accepteren, dat dat zo is. En daar kan niemand iets aan veranderen, tenzij die persoon het echt wil veranderen. Dus probeer het licht te zien in elke mens. Probeer wat liever te zijn. Probeer wat meer te accepteren. Probeer ook vergeving te schenken. Het is niet omdat de ander je... Je hoeft niet goed te keuren wat de ander je aangedaan heeft. Het is niet altijd goed te praten. En dat hoeft ook niet. Maar probeer te vergeven voor jezelf, zodat die zware last van je afvalt. En vergeef ook jezelf voor de fouten die je gemaakt hebt of die je denkt gemaakt te hebben. Niemand is perfect en iedereen leert uit zijn fouten. Dus onze wereld heeft echt nu meer dan ooit heel veel
positiviteit en heel veel liefde nodig. Probeer te doen zoals de engelen. De engelen kijken naar ons en ja, die keuren niets af. Die zeggen ook niet wat goed of fout is. Ze laten ons doen en houden van ons, ook al maken we fouten. Dus probeer dat ook te doen met jezelf. Vergeef jezelf, hou van jezelf. Behandel jezelf goed en doe dat ook met een ander. Dat is wat kaart nummer 2 zegt en het is een hele mooie boodschap. Echt wat onze wereld nu nodig heeft. En als we elk ons steentje bijdragen, dan wordt de wereld een stuk mooier. En onthoud ook, als je heel veel liefde en positiviteit de wereld instuurt, dat dat ook is wat we terugkrijgen. Dus echt heel mooi. Mooie boodschap. En dan hebben we kaartje nummer 3. En dat is deze. Verandering van richting. Heel mooi. We zien hier dus een ooievaar met een kindje en een baby. En de ooievaar heeft dus een wegenkaart bij zich. En ja, de engel toont een beetje de weg die mag gevolgd worden. Verandering van richting. De veranderingen die je nu ervaart worden op goddelijke wijze gestuurd door je nieuwe bereidheid je hart te openen om lief te hebben en voor onze leiding. Je wordt nu en in de toekomst beschermd, dus volg je weg naar een gelukkige uitkomst van je wens. Dus het kan zijn dat deze kaart betekent dat je dus misschien een andere weg mag nemen. Misschien ben je dus op een bepaald pad en je voelt ja, dat bepaalde dingen niet meer bij je passen. Het kunnen situaties zijn. Het kan bijvoorbeeld een job zijn of ja, een woning. Misschien ook een ja, relatie waarvan je voelt dat je dus gevangen zit en dat je dus niet jezelf kunt zijn. Misschien mag je ook iets nieuws gaan doen. Je zit misschien zo'n beetje in een bepaald gevoel dat je vastzit. En ja, deze kaart vraagt je om dus veranderingen in je leven aan te brengen. Dus laat datgene los wat niet meer bij je past. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat weet ik. Dat geeft angst en het voelt vaak oncomfortabel. Dus ja, misschien moet je dan ook weer door je angst heen gaan. En ja, bepaalde dingen loslaten, waardoor je dus het nieuwe kunt verwelkomen. Zet die stap, dat is wat de engelen vragen. Misschien zijn er ook al bepaalde veranderingen gaande in je leven. En ja, het voelt echt niet goed. Dat is zo. Het voelt vaak niet comfortabel. Het voelt een beetje, ja, je hebt angst en weet niet goed wat je moet doen. Maar deze kaart zegt dat deze veranderingen ja, voor je eigen goed zijn eigenlijk. Dat is soms moeilijk om te geloven, want ja, soms is het wel heftig, de veranderingen die je meemaakt. Maar je zal zien dat je uiteindelijk wel sterker zal worden en dat er zich misschien nieuwe dingen zullen aanbieden. Dus dat is wat boodschap nummer 3 zegt. Het zijn weer hele mooie boodschappen die ik dus van de engelen doorgekregen heb. En ja, ik had het ook over mijn nieuwsbrieven. Misschien hebben jullie ook zin om mijn nieuwsbrief te ontvangen. In mijn nieuwsbrief dus geef ik telkens een kaart voor de komende maand. Ook geef ik een kaartje met een spirituele gedachte voor de komende maand. Dan schrijf ik ook een inspirerende tekst. Zoals in februari schreef ik bijvoorbeeld over onvoorwaardelijke liefde. En dan vertel ik, wat schrijf ik ook nog wat over mijn werk als schrijfster. Dus aan welk boek ik bijvoorbeeld bezig ben met schrijven. Of ja, als ik een nieuw boek uitgegeven heb bijvoorbeeld. Dan, ja, dan vermeld ik dat ook altijd. Dus als je zin hebt, ik zal mijn website onder de video plaatsen.
En als je zin hebt, bezoek eens mijn website www.marijke.be. Excuseer, ik bedoel www.marijkemaas.be. En ja, dan kan je daar via het contactformulier dus een mail naar mij schrijven. En dus zeggen dat je de nieuwsbrieven wilt ontvangen. En dan stuur ik onmiddellijk de nieuwsbrief toe van de maand maart. En krijg je ook de volgende maanden. Dus ja, ook een nieuwsbrief in je mailbox. Dus dat wilde ik nog even zeggen. En ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. En tot volgende week. Daag!